Het verhaal van de slager in zijn koelcel. Ferry, een slager in Nederland die 51 jaar is, heeft enkele heel angstige en vooral ijskoude uren meegemaakt. De man kwam vast te zitten in de koelcel van zijn slagerij en kon niemand bereiken. Uiteindelijk kon de politie hem na zeven uur bevrijden. Ferry staat een dag later alweer in zijn slagerij en kan hartelijk lachen met wat er gebeurd is. Hij heeft wel wat spierpijn, maar verder gaat het goed met hem. Maar op het moment zelf kon hij er niet meer lachen. Hij vertelt: ik was bezig met schoonmaken omdat de slagerij vrijdag weer open gaat na de vakantie. Toen ik de deur van de koelcel sloot, brak de klink af. Ik was alleen in de slagerij. In de koelcel was het 2 graden Celsius. De slager had zelf alleen een T-shirt aan en zijn schoenen waren nat. Hij vertelt. Ik probeerde alles om de deur toch open te krijgen, maar dat lukte niet. Ik probeerde ook veel lawaai te maken, maar niemand die wat hoorde. Na een tijd probeerde ik niets meer. Ik wist ook niet meer hoe laat het was. Ik probeerde in beweging te blijven om mijn lichaam warm te houden. Ferry had geen telefoon op zak tijdens het schoonmaken. Maar zelfs als ik een telefoon had gehad, zou dat niet geholpen hebben, zegt hij. In de koelcel heb je geen bereik. De slager was die middag alleen in zijn slagerij. Zijn vrouw was met de kinderen op vakantie. Hij vertelt: Normaal gesproken hebben we altijd veel contact, ook via apps. Zij begon zich zorgen te maken toen ik na een tijdje helemaal nergens meer op reageerde. Ze belde toen de buurman. Deze buurman zag wel zijn bestelwagen voor de slagerij staan. Hij tikte op het raam. Toen ik dat hoorde, vertelt de slager, bonsde ik als een gek op de muur. Mijn buurman heeft toen 112 gebeld. De politie kwam. De agenten sloegen de ruiten van de slagerij in en konden de slager bevrijden uit de koelcel die vol zat met vlees. Hij werd nagekeken door het personeel van de ziekenwagen, maar alles was in orde. Gelukkig is het allemaal goed afgelopen, zegt Ferry. Maar ik weet zeker, dit zal nooit meer gebeuren.